En Sjoerd ziet de sprinters zoeken elkaar op. Sjoerd zit ook mooi van voren. Ja, je ziet dat Bart Holwerf achter Gary Hekman zit. Bart hebben we ook nog niet echt gezien in de sprint vorige week. Ja, ik verwacht die rode treinen toch wel om me heen. Op een gegeven moment daarna ja, 4 ronden voor tijd. Als ze dat nog kunnen. Maar, ja, dat mag je toch wel verwachten inderdaad. Ze zitten allemaal in stelling. Ja, als je met z'n 6 achter elkaar zit om daar te blijven zitten. Dan gaat er volgens mij iets verkeerd. We zien Erik en Kooijman de rondes naar 30 hoog opvoeren. De vraag is tot wanneer blijft hij op kop? En je ziet dat de Arjens, die beschermt de Hertog, hè? Die zit achter hem. Ja. Dan Kerry daarachter, allemaal skielermaatjes natuurlijk. Dus dat zoeken elkaar toch op. Ja. Chris Pijn, Bart, ja. Daniel. Volgens mij daarachter is dan Bart van der Vlucht. Dat is niet per se een skieleraar. Kijk, daar komt rood aan de buitenkant. En we zien dan ook dat Erik Jan aan de buitenkant gaat storen. En het tempo wordt omhoog gegooid hoor. Ja. Erik Jan laat Ries naar buiten lopen. Ja, kijk, het mag misschien niet. Maar goed, het is... En de rode trein is elkaar helemaal kwijt. Ja. En we zien Bart Swings. Bart Swings haalt zijn karretje achter. Ja, Erik Jan wordt gewaarschuwd. En laat hem naar buiten lopen. Ja, kijk, dat mag wel natuurlijk. Ja, dan zien we nu Jorrit weer eromheen komen. Het is nu wel. Dat is dan toch jammer dat rood zich. Ik vond het ook wat vroeg hoor, 7 ronden van tijd. Maar. Er worden nu wel rondjes 29 gereden. Het gaat heel hard. Oh. Er gebeurt genoeg in het peloton, zo te zien. Gele kaart, Daniel Niero. Dat zien we onder in beeld. Ja, handjes thuis jongens. Ik denk niet dat ze ons horen. Ik denk het niet. We zien Jorrit Bergsma nog steeds op kop. Rondetijden lopen weer iets op nu. En met nog 5 ronden te gaan verwacht ik zo toch nog wel weer een keer een aanval van rood. Die evengoed nog met zijn vijf bij elkaar zitten. En Daniel Niero weer dan tussen. Als ze kunnen zouden we nog een keer moeten proberen, maar... Ze lijken wel weer iets op te gaan zetten. Ja, kijk, Bart zit er natuurlijk wel maar als tweede. Dus ik kan misschien wat jongens ertussen laten. Kijk, Bart moet... Ja, en nu gaat Simon... Kijk, die deelt ook. Geeft natuurlijk ook een... Het is niet echt een zet. Maar kijk, je moet je plekje veroveren. Hè. Ja, het is bijna niet netjes te doen. Het is nu echt finale wel inderdaad. Nog 3 ronden en 100 meter te gaan. Kijk, de Bob wil er ook tussen. Kijk. Ik vind dat Ewe nog netjes bij elkaar blijft hoor. Echt knap. Ja. Dan denk ik toch dat Simon straks de sprint aan gaat trekken voor het laatste stukje voor Arjan Struitinga. Inderdaad. En hij oogt nog fris. We zien toch dat het hard gaat hoor, want achteraan het ijs, die bochten gaat, zijn ook uitgetrapt. Het is zwaar hoor. Blijf daar maar overeind. Nog 800 meter. Komt Simon al? Nee, ze wachten nog. Kijk, rood aan de buitenkant. Bouw en techniek. Bart Swings komt zelf al. Hij moet zelf, ja. Ja, maar al laat Robert Post dan een gat vallen. Ja, dat doet hij. Kijk. Ja, en ze zitten met z'n drieën daar, hè. Ze zitten met z'n drieën daar. Hij staat echt een gat, zeg. Kijk. Hij gooit zich letterlijk en figuurlijk voor. Hij pakt gewoon 20, 30 meter. Ongelooflijk. Rondje 7-2 en een gat van 2 seconden. Je moet heel hard rijden, wil je dit nog dicht krijgen. Je moet heel hard rijden. Dat, ja, kijk, Sjoerd Hertog komt wel heel hard dichterbij hoor. Met Struut achter zich. Komt wel heel hard dichterbij. En dan zit daar ook nog Chris Pijn Arians. Maar hij gaat het redden hoor. Kijk eens. Kijk. En hier wacht zijn ploeggenoot al. Robert Post. Ja, fantastisch. De strijd om plek 2 maakt niet meer uit, maar Bart Swings afgetekend. En 1 en 2 was wel heel close, dat kon ik zo niet zien. 2 en 3 bedoel je? 2 en 3, sorry. Zo. Jeetje. En dan is het toch een mooie actie geweest van Bouw en Techniek. Maar dat Ewer dit ook zo liet gebeuren, joh. Ja, het
was heel knap. Dat echt. Swings kon eigenlijk 50 meter voor het einde sowieso. Misschien zo'n 100. Die tactiek, ze spreken vaak onderling met z'n allen dingen af. Dat is echt wel heel knap van die jongens hoor. En dan echt gewoon doen ook, hè. Ja. Echt namens het team te danken. Ja, dit is echt een knap staaltje teamwork. En na 3 wedstrijden hebben we evengoed 1 werd nog steeds op 0. 3 verschillende ploegen die een overwinning hebben nu. Ja, en Stroet natuurlijk weer tweede. Maar goed, dat zie je niet vaak. Dat is heel lang geleden dat ik dat meegemaakt heb.